ik ben echt een beetje sprakeloos. Normaal doen, hè? Normaal rijden jij. Hij is zelf gereden. Maat. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag hebben we een hele leuke dag. Dus ik ga jullie weer meenemen, want wij gaan vandaag een trackday doen. Met heel veel dikke auto's. En mijn auto gaat natuurlijk ook weer lekker mee. Maar gaan we het circuit op met jouw auto? We kunnen het circuit op met mijn auto. Dat zou kunnen. We kunnen dat gaan proberen. Ik ben heel benieuwd. Ik kan ook met mijn auto zelf het circuit op gaan. Het is niet heel goed voor je auto, maar het is wel leuk om een keer te doen. Gio komt er ook naartoe met zijn Ferrari. Dus het wordt een hele vette dag. En ik heb gehoord dat er heel veel speciale auto's zijn. Dus ik ben hartstikke benieuwd. Maar eerst eventjes een lekker broodje halen. Want ik moet nog wel een beetje wakker worden. Het is vroeg. De trackday waar we nu naartoe gaan is in Assen en dat is voor ons best wel ver rijden. We zitten nu al ongeveer een half uur in de auto en we moeten ook nog anderhalf uur rijden. Dat is dus best wel ver, maar ja, we doen het gelukkig wel voor een goed doel, hè? We doen het wel voor een goed doel. Voor een leuke dag natuurlijk. Voor een leuke dag, daarom. Dus we gaan lekker rijden en dan ben ik heel erg benieuwd wat we zo gaan aantreffen qua dikke auto's. Dus let's go! Wie staat er weer te zeiken? Het is Vincent. Ja, ik kom jij echt... moet altijd zeiken, hè? Ik kom echt niet laten. Jij kan nooit een ritje afmaken of je moet alweer zeiken. Ja, ik heb net koffietje op, watertje gedronken. Ik moet dan gewoon even, ik moet dan eventjes toiletteren. Tja, ja. Dus ik dacht, nou, we zijn toch in de polder. Hier mag het. Hier mag het. Volgens mij is dat een serieus een regel. Dat je buiten de bebouwde kom, mag je wild plassen. Maar ja, dit was gewoon iemands voortuin, hè? Nee, dit is de buiten. Of is dit bebouwde kom? Ja, nee, dit is het niet. Nee, dit is wel de buiten. We zijn alweer een tijdje onderweg en we moeten nog maar 24 minuten. En dan komen we aan bij alle lijpe auto's. Hoi! En jij bent heel erg benieuwd naar de auto van Gio, hè? Dat sowieso. Ja, weet je, op foto ziet er altijd gewoon fucking dik uit. Maar in het echt is het gewoon zo anders. Dus ik ben ja, echt heel benieuwd. Ja, dat is niet normaal. Nou, we gaan er zin om al die auto's te zien, jongens. Echt zin in. Mooi zo. Nou, waar doe je heen? Hup, daar is. We gaan richting Assen. En ik ben hartstikke benieuwd. Volgens mij heb ik dat nu ook al drie keer gezegd. Maar goed, we gaan het zien. We gaan het zien. We zijn aangekomen bij TT Assen. En er staat hier toch echt een partijtje mooi spul. Kijk even hoe bizar. Holy shit. Ja, dit is echt niet normaal. Ja, dit is mijn auto, ja. Hoe is die? Met jou? Lekker. Ja, dit is de man, Danny, met mijn droomauto. We gaan wel een rondje rijden vandaag, hè? Ja, ik ga wel echt een keer mee. Ik vind het echt heel dik. Ik heb nu al een paar keer gezegd, maar de GT3 en de GT3 RS, ja, ik ben helemaal verliefd geworden, jongens. Maar echt, deze bakken. Holy shit. Volgens mij zijn deze auto's allebei echt 2,3 miljoen. Hey, hoe duur zijn deze auto's? Mijn Bugatti gaat richting de 3. 3? Ja, staat ook volgens mij ook, hoor. Jezus. 3,4 miljoen. 3,4 miljoen. Iets in de 3. Nog heel even doorsparen, heel eventjes. Volgende week staat te koop. 3,25 miljoen. 3,25 miljoen? Ja. Bizar. Even doorsparen. Holy shit. 3,25 miljoen. Oké, we zitten dus nu in een Porsche GT3 en dat is echt mijn droomauto. En hoor het geluid. Oh, ga je niet eens niet eens hard, is hij al zo ziek, hè? Jezus Christus. Jezus. Wat een geluid, hé. Zo. Is het Gio? Toetreffen. Ik denk dat dit nu waarschijnlijk al het leukste van de dag vindt. Ik ben echt een beetje sprakeloos. Ja? Ja man, ik ben... Ben je verkocht? Ik ben verkocht. Ik hoor het wel wanneer die in de verkoop gaat. Laat het weten, hè? Ja. Terug naar zee. Bizar, hè? Holy shit, jongens. Ik zat dus net in deze auto, de Porsche GT3 met IPA exhaust. Wat een bak, echt. Ik ben helemaal sprakeloos, jongens. Dit is zo vet. Tijdens dat ik aan het rijden was, zag ik ook Gio in mijn achteruitkijkspiegel. En kijk, volgens mij komt hij daar al aanzetten. Kijk, gast. Hey, zag je mij dat rijden? Zag je mij dat rijden in die auto? Wat een ding. Ik ben verkocht, gast. Holy shit. Woehoe.
Maar Gio is er ook weer bij. Wat een gezelligheid. Jongens, serieus, ik ben er nog geen kwartier en het is nu al helemaal dik, helemaal vet. Wat heb jij een goed truitje aan? Ja, wow, GeoXL.nl. Oh, jezus. dit is wel goede kwaliteit, zeg. Ja, hey. Ik voel het wel een beetje matig. Je bent zo'n klootzak. Behind the vlog. Gio probeert nu al 3 keer zijn camera aan te zetten en ons te filmen met haar verhaaltje. Maar anders probeer het nog maar een keer. Ik doe even mijn camera weg en dan ga je het gewoon nog een keer proberen. Hey, het maakt niet uit, hè? Het maakt echt niet uit. Oh, jongens. Oké, 3, 2, 1 in actie. Dit blijft toch wel echt de dikste, toch? Of niet? Ja, die ja. Hey, waarom zit je dan niet voor mij? Waarom zit je dan niet voor mij? Wel, nou ja, kom dan even beseffen hoe lijp die van mij eigenlijk is. Van achter. Klootzak, hé. Ja, jongens, Gio is echt arrogant geworden. Ik heb het niet vaker gezegd, maar hij is echt arrogant geworden. Misschien zijn er nu heel veel van jullie die denken van, het boeit me echt helemaal niks, die auto's. Maar goed, ik vind het echt even heel dik zo'n dag. Dus sorry, maar ik ga nu nog veel lastig vallen met dikke auto's. Kijk, het leuke is, we mogen straks ook met onze eigen auto's het circuit op. Maar Gio zegt, ja nee, ik ga niet met mijn eigen auto, want ik ben bang dat ik hem kapot rijd. Want je bent niet verzekerd op het circuit. Maar wedden dat hij straks zegt, oké, ik ga toch even een rondje. Hé, jongens, wat denken we? Denk je dat Gio straks toch eventjes stiekem het doet? Even een half uurtje. Half uurtje? Half uurtje. Ja, ik denk het ook. Ik denk er mee en dan gaat het. Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook echt. Dit vind ik wel echt vet van Lambo. Die deur, als je hem ook zo ziet openstaan, hé. Niet normaal. Goed opletten, want anders crash je auto, ja? Goed aan je regels houden. Ik ga toch nog heel eventjes wachten. Ik ga eerst eventjes kijken. Misschien eventjes daarboven. Kijken hoe de rest het doet. En kijken hoe hard mensen gaan. En wat nou het niveau is, zeg maar. En daarna ga ik zelf ook wel er eventjes op. En Gio die denkt denk ik zelf erover. En weet je al of je gaat? Ik weet het of niet, man. Ik ga denk ik eerst ook even kijken. Ik ga eerst ook sowieso even kijken. Ja. Jongens. Safety first, hè? Gio, ja, Gio, je helm. Hey, hij past wel mooi bij je auto. Ja, hij past wel mooi, hoor. Normaal doen, hè? Normaal rijden jij. Normaal gaan doen, hè? Ja. Ik hoorde al dat jij hier gisteren was en dat je al... Ja, ik kreeg al gelijk waarschuwingen en weet ik veel wat. We zullen maar kijken, gaat echt heel lekker. Je moet een keertje met mij mee rijden straks. Ja, is goed. Ja. Zo, nu kan ik nog praten, want straks horen we helemaal niks meer. Maar ik ga even een rondje meerijden met Danny. En ja, jongens, ik denk dat dit bizar wordt. In de droomauto op het circuit. Wat wil je nog meer? Goeie vraag. Ja. Dat geluid van deze auto en ook gewoon, weet je wat zo chill is aan deze? Je voelt hem echt gewoon op de baan liggen. Je voelt gewoon de kracht, je voelt de uitlaat. Ja, dat is niet normaal. Hé, wat zeiden we nou net? Hé? Hey? 100% dat hij toch nog gaat. En wat gaat hij doen? Hij gaat het circuit op. Lekker grap. Ja, we gaan het toch maar eens even proberen. Ik ga er ook op, het ziet er goed uit, dus let's go. Ik hoop niet dat we dood gaan, Ruud. Ik hoop het ook niet. Ik hoop het ook niet. In de pitstraat ergens waarschijnlijk. Oké, okay, is goed. We moeten ook nog eventjes de bandenspanning gaan checken. En ze gaan de banden even naar beneden halen, want dat is beter voor het racen. Dus dat gaan we doen en dan gaan we erop. Oh, ik heb er zin in! Oh. Holy shit, ik heb dus net zelf gereden, maar mijn auto kan dus blijkbaar niet op Sport Plus. Ik weet niet waarom, waarschijnlijk door de bandenspanning. Maar kijk eens. Hey, dat is Gio. Ja, dat was Gio. Er komt een elektrische auto voorbij. Jezus. Ja, we weten dus niet of Gio zelf rijdt of dat Danny rijdt. Ik denk dat Danny rijdt. Ja, ik denk het ook. Denk het wel. De Ferrari's zijn in de aanbieding volgens mij. Stil, hè? Ja, ziek. Hé, hey, heb je er nog één? Deze is 50% korting vandaag. Ja, daar staan nog twee. Jezus. Ik ben zo'n fan geworden van Porsche, dat is echt niet normaal. Echt ziek. Dat geluid wat uitkomt. De looks, fucking dik. Daar ging Gio weer. Ik was volgens mij net te laat met filmen. Oh, hij is zelf aan het rijden ook. Hij is zelf gereden. Maat. Huh? Ging het goed? Ja, het ging wel goed, maar ik ging wel een paar keer lekker hard voorbij, hoor. Ja. Ik heb de bochten gemist. Echt? Ja, jongens, dat is een rode vlag. Gio is uit de bocht. Oh nee. Oh, hij is er nog. Gelukkig ben jij in de pitstraat, jongen. Anders waren we nu al in paniek geweest, hoor. Was kut, Gio. Ja, jongen, echt. Als er een rode vlag was geweest en jij was niet in de pit geweest, dan had ik me echt zorgen gemaakt.
Nou, dan moet iedereen stoppen. Nou, na het race is wel even lekker, hè, een patatje. Maar heb je niet genoeg? Is niet genoeg? Nee, altijd meer, hè, altijd meer. Ik dacht, die rijdt gewoon rustig even zijn eerste rondje. Eerste rondje. Nou, die pest gaat al gewoon plankgas uit. Voordat u bij normaal gaat, hij al over die streep heen. Zo, ik heb net weer eventjes een goed rondje gedaan. En even de banden checken, hoor. Het is warm, jongens. Daar komt stoom ook vanaf. Niet normaal. Maar wat is dit bizar vet, jongens. Het is echt, echt fucking leuk. Ja, en ook Gio is er afgestuurd wegens te veel geluid. Danny is er ook afgestuurd. Ik ga naar huis toe. Hey jongens, jullie mogen mijn auto wel lenen, hoor. Die maakt toch niet zoveel geluid. Hier zien we Team Zwarte Vlag naast elkaar. De GT3 en de Ferrari 458 Speciale. Nu wordt er echt gereden. Ruben gaat rijden. Let even op, nu gaan we echt gereden. We gaan naar de auto en het is tijd dat Ruben ook even een rondje gaat doen. Hij heeft één rondje, misschien twee. Nou, ik ben benieuwd, Oké, okay, daar zitten we dan. Ben je er klaar voor, Ruben? Zeker. Ja? Oké, okay, rustig aan, hè? Rustig aan. Even rustig beginnen, hè? Ja. We hebben rode vlag. Of nou ja, rood licht. Dus dat betekent dat er ergens op de baan iets is gebeurd. Ik weet niet wat, maar we gaan het zien. Ik ben benieuwd wat er is gebeurd. Misschien is er iemand uitgegaan of ligt er weer iets op de weg. Een rode vlag betekent dus ook standaard dat je de pitstraat weer in moet. Want dan is er dus blijkbaar iets op de baan gebeurd. Ik heb nog niks gezien. Misschien is het ergens aan het begin. Hé, hey, oude coureur. Hé, hey, het was echt dik om met mensen mee te rijden, maar als je zelf rijdt, jongen. Het is veel leuker, hè? Het is echt leuk. Dat is echt meer beleving. Dit was echt geweldig. Ja? Ja, het is toch niet normaal. Leuke dag, hè, met die auto's en shit. Sowieso, ik was dus wat ik net zei, het meerijden was echt dik. Maar ze zou gewoon zelf op het circuit rijden met jouw auto, want die echt al veel pk heeft. Ja, het is echt... Bizar, hè? Dan word je ingehaald door een of andere zieke Lamborghini. Ja, leuk, hè? Onwerkelijk eigenlijk, hè? Jongens, wat een topdag. We stappen de auto weer in en... Ah, wat een dag. Ja, niet normaal, jongens. We gaan nu met een klein groepje met Danny... Met Gio en nog met een gele performant, ik weet niet van wie die is. Gaan we lekker richting Amsterdam terugrijden. Dus we rijden ook nog eens een keer met een leuke groep weg. Dus let's go! Zo, ik rijd mijn banden wel hoor, hé. Ja, echt? Maar ze zijn nu wel lekker warm. Ja. Zo, maar holy shit, hé. Ja, ziek, hè. Weet je wat grappig is? Dat het nu al dik is, maar als je dan morgen of zo, dan besef je pas hoe echt dik het was, zeg maar. Klopt. Holy dus shit, nu voelt het allemaal nog een beetje normaal, weet je. Ik heb met Gio meegereden in Ferrari, je hebt met Danny in die Porsche meegereden. Ik heb deze auto gereden. Het is bizar, ik ben helemaal verliefd op die Porsche van Danny. Ja, maar dat geluid. Ik heb twee keer meegegeven met iemand twee keer een zwarte vlag. Ja, lekker, gewoon twee hè? Keer zwarte vlag. Dat is een compliment. Als je een zwarte vlag hebt, is dat eigenlijk dat je gewoon een lekker geluidje hebt. Ja. Zo, er gaat nu ook een mooi geluid komen in het tunneltje, denk ik. Zo. Zo. Wow. Wat een geluid, hè? We rijden dus nu met een hele leuke groep. We rijden met een performante Hurricane. Hurricane Performante. Een Hurricane Performante, een 458 Speciale, een R8 en een GT3. En ik rijd er achteraan. Jij bent er ook bij. Oh, en ook nog steeds dat zonnetje. Heerlijk. Ja, jongens en meisjes, dat is wel het nadeel van veel rijden helemaal naar Assen. En ook nog eens plank gaan scheuren op het circuit. Maar echt, jongens, wat een dag. Holy shit, ik begin de laatste tijd zo fan te worden ook gewoon van sowieso. Ik was al echt fan van auto's, maar helemaal niet van supercars en zeker de Porsche GT3. Bizar. Maar goed, dit geeft me ook weer gewoon motivatie om lekker door te blijven gaan met YouTube en alles wat ik doe. Zodat ik misschien ook ooit zo'n lijpe auto kan kopen, want dat is natuurlijk de droom van elke jongen. Dus ja, lekker doorsparen. Besef, ik heb vandaag twee keer getankt voor rond de €90. Ja jongens, auto's is echt een hele dure hobby. Ik denk dat jullie een foto van me maken. Nee hoor, mevrouw. Beetje jammer weer. Oh, ik kan wel een foto van u nemen, mevrouw. Ik heb ook even een heerlijk koffietje gehaald. En broodjes. Heerlijk. En we zijn weer lekker thuis aangekomen. Wat een dag, Ruben. Jongens, ik heb genoten. Wat een dag. Ik heb genoten. Niet normaal, hè? Dat is echt leuk. Nou, ik ben ook echt heel erg trots op mijn autootje. Echt waar. Je hebt het goed gedaan, vriend. He survived. Echt een kanon. Wat een dag.
Holy shit. Dit was zo'n leuke dag. Ik heb echt oprecht heel erg genoten van deze dag. Ik hou van lekker weer. Ik hou van dikke auto's. En ik hou van gezellige mensen. En alle drie deze dingen waren vandaag gewoon dus. Mijn dag was zo chill. En ik hoop dat jullie het ook echt een leuke dag vonden. Dus vonden jullie dit nou een leuke dag en een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.